Het is weer tijd voor een vlog. Deze keer is het niet voor Hello. Deze keer is het voor Giro. En we mogen dus boven alle opdrachten die we dus nu krijgen onderling, mogen we ook nog een vlog maken van onze dag. Jullie gaan soms af en toe eens een bel horen. Dat komt omdat wij thuis een winkel hebben. En die is dus open, omdat wij kranten en zo ook verkopen. En voor de rest zou ik zeggen, enjoy! Dus het is nu 9:30 of zo. En ik heb de eerste keer heel goed geslapen in een week en een half. Het is tijd voor op te staan. Hop! Dus net ontbeten. En dan is het tijd voor mij aan te kleden, hè? Nu ga ik beginnen aan mijn dagelijkse workout. Ik ben daar al 3 weken mee bezig. Dat is kei handig, dat is kei tof. Dus ja, let's go! Ja, vandaag was het best oké. Ik word met de dag minder rood, dus het werkt wel. Maar vandaag was het veel hetzelfde, dus na een tijd weet je wel wat je moet doen, maar het is toch nog heftig, zeker voor mij. En gezien dat ik nog nooit iets gedaan heb van sport. Allee, ik doe wel sport, maar zo minimaal lopen en al dat toestanden, dus conditie bij mij is heel zwak. Maar kijk, hier ben ik al minder rood en hier al wat minder dan vorige keer, dus morgen nog een keer! Ja, het is tijd voor wat te leren. Ja, ik ben nog niet zo goed met mijn boeken van Frans omgegaan. Deze tweede semester. Dus ik mag nu nog een boekje lezen. So, wish me luck. Helemaal klaar. En dan nu is het tijd om te eten. Eten. Dus we hebben nu gedaan met eten. Nu hebben we ook taakjes gekregen deze vakantie. En het is middag, dus ik mag afwassen. Instagram aan checken. En jullie kennen sowieso wel Gerben Teurlings van TikTok en zo. Ja, ik heb TikTok ook nu. Ik volg hem vooral eigenlijk. En ik volg hem dus ook op Instagram. En dus nu zie ik dat hij ook een liedje heeft gemaakt. En ik heb het echt al razend veel gehoord. Ik ben er echt zot van. Zonder enig idee, wat moet ik hiermee? Genoeg Instagram gecheckt. Het is tijd voor nog een hoofdstuk te lezen in mijn Frans boek. Dus ja. Oké, dus ik weet dat alles nu gaat uitkomen. Dus ja, maar uiteindelijk maakt het niet uit. In heel deze quarantaine had ik ineens het idee om briefjes te sturen naar mensen. En ik heb naar allemaal vrienden van mijn klas zo foto's gestuurd. Zo met de post, zo kaartjes, zo voor onze herinneringen en al. Maar aan mijn beste vriendin had ik een beter idee. Dus ik schreef elke week 2 anonieme briefjes. En de eerste keer had ze het helemaal niet door. De tweede keer was het al wat erger. Nu is de derde onderweg. Die zal vandaag of morgen toekomen. Maar ja, aangezien dat ze het toch zo goed als weet, heb ik dus mijn 4e brief op de post gedaan. Dus bij deze, oeps, gaan we gewoon lekker terug naar huis. Chance dat het helemaal niet ver is. Dus ja, ik ben benieuwd wat ze allemaal gaan reageren. Nu dat praktisch al mijn
jobjes van de dag gedaan zijn, hou ik me eigenlijk altijd bezig met nog wat voorbereidingen voor mijn tennisstages. Ook al gaan we dat misschien deze zomer niet echt veel nodig gaan hebben met heel dat corona-gedoe, maar dat is afwachten. Ik hoop van wel, want ik ben keigoed bezig met mijn tennismap. Ik heb zo'n 52 pagina's al getipt. Ongeveer 12.000 woorden, iets meer. En ik werk daar nu dus verder aan. Hè. Mijn beste vriend en ik zijn vandaag 6 jaar beste vrienden. En die gaat gaan fietsen nu. En die rijdt langs Appels over de brug naar Dendermonde. Dus ik zit nu ook op de fiets naar de brug voor hem daar even te kunnen zien. Zeg maar hallo. Wat? Zeg maar hallo. Waarom? Omdat ik je aan het filmen ben. Hallo. We hebben de papier buiten gezet. Ik en Arne. En mama vertrouwt ons niet. Onze zeilboot. En die dozen er van bovenop die gaan vliegen. Joh. Natuurlijk zou mama niet zijn als ze nu alles terug aan het reorganiseren is. Dus elke dag om 8 uur gaan we ook buiten klappen. Dan worden er ook 2 liedjes gespeeld. Zo eentje voor te steunen en eentje van iemand die zelf gekozen is hier in de straat. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. En nu dat we geklapt hebben, is het tijd voor Chateau Meiland. Wijnen. Ja, tv kijken is gedaan. En het is nu dus tijd om in mijn bed te kruipen. Slaap wel.